Vrijdagavond is een avond voor mij die helemaal voor mij is. Een avond waar ik mijn week afsluit en vaak ook voel dat ik moe ben van een hele werkweek. En echt even helemaal mezelf onderdompel in zelfliefde en doen waar ik zin in heb. En op vrijdagavond maak ik altijd een maaltijd voor mezelf klaar die ik lekker vind en waar ik heel veel zin in heb. Deze avond besloot ik om tomatenrisotto te maken. Een van mijn absoluut favoriete recepten. Het is even een werkje om te maken, maar het is echt absoluut waard. Ik vind goed voor jezelf koken en jezelf echt verwennen met een maal die jij heel lekker vindt. Zo'n mooie vorm van liefde geven aan jezelf en aan je lichaam. Koken is voor mij echt een momentje voor mezelf waar ik lekker mijn eigen muziek op heb en helemaal in mijn eigen gedachten ben. De dag eigenlijk een beetje laat landen wat ik allemaal heb gedaan. En gewoon echt geniet van iets lekkers maken voor mezelf. Terwijl de tomaatjes in de oven zitten en de risotto lekker aan het pruttelen is, maak ik de woonkamer helemaal warm en fijn waar ik straks ga eten. Ik steek de kaarsjes aan, ik zet het kacheltje alvast neer om het lekker op te warmen en ik dek de tafel op. Ik zit deze avond lekker op de bank zodat ik gewoon een serie kan kijken waar ik zin in heb, die ik leuk vind. Dit is een van mijn lievelingsrecepten omdat er eigenlijk alles in zit wat ik lekker vind. Tomaatjes uit de oven, kaas, ik leg er altijd nog een halve bol burrata op wat echt mijn absolute favoriet is, basilicum, echt liefde op een bord. En ik vergeet altijd hoe heet de tomaatjes zijn uit de oven. Dat je een recept zo lekker vindt dat je hem gewoon meteen wil eten terwijl het eigenlijk te heet is. En toch gewoon doorzetten. Nadat ik mijn serie heb gekeken is het tijd om een warme kop thee te maken. Ik drink op dit moment veel thee van Aya Botanics. Dit is allemaal heel biologisch en echt verse kruidenthee. En ik gebruik daarvoor katoenen theezakjes van de Xenos. Die kan je hergebruiken. Dus lekker duurzaam en werkt echt heel fijn. Ik vind het geluid van thee inschenken echt het lekkerste wat er is. Zo zen. En dan is het tijd om een warm bad te maken voor mezelf. Een van de dingen die ik het allerliefste doe. Een warm bad is voor mij echt je lichaam onderdompelen in warmte en liefde. En echt eigenlijk een heel fijn intiem moment met jezelf. En terwijl het bad langzaam volloopt, haal ik mijn make-up eraf. Voor mij is mijn gezicht en mijn huid verzorgen ook echt een vorm van zorgen voor jezelf en liefde voor jezelf. Ik heb een behoorlijk uitgebreide skincare routine inmiddels voor mezelf ontwikkeld. Die me heel erg dient en waarbij ik voel dat mijn huid er heel gelukkig van wordt. En het is ook echt even een fijn momentje, echt met mezelf, waarin ik er eigenlijk alle tijd voor neem. En echt mijn huid even heel veel liefde geef en goed verzorg. En dan is het tijd om de badkamer echt gezellig te maken. Ik gebruik hiervoor altijd mijn zoutlamp. Die geeft echt een hele warme, intieme sfeer. En ik zet mijn boxje neer voor fijne muziek. Op dit moment luister ik heel veel deze playlist, Koffie en Piano van Spotify. Ik zal hem ook even linken hier in de beschrijving. Hij is echt heel rustgevend en fijn. En ik zet fijn kaarslicht aan. Met het liefst nog een lekker geurtje.
Voor badolie gebruik ik deze badolies van de Kruidvat. Ze zijn helemaal niet duur en ze ruiken echt ontzettend lekker. Ik had deze avond zien in de Energy. Die is met gember. En om mijn bad wat meer te laten schuimen, zet ik mijn douchekop altijd op de massagestand. En dan komt er eigenlijk veel meer schuim in het bad. En nadat ik heb genoten van een heerlijk warm bad, is het tijd om lekker naar bed te gaan. Ik heb het kacheltje naast mijn bed staan om mijn slaapkamer lekker op te warmen. Mijn fijne zoutlamp bij me. En dan is de avond voorbij. Elke vrijdag kijk ik er weer naar uit om deze fijne avond te hebben met mezelf.